Ja, toch maar weer op mijn manier. Daar zijn we weer. Ik sta bij ons in de kas. In de kas waar we de RM Pre-orderbeurs 2021 opgebouwd hebben staan. Al onze klanten die hebben we daarvoor uitgenodigd. Misschien is de uitnodiging je ontgaan. Maar tot aankomende vrijdag 25 november hebben we de pre-orderbeurs hier klaarstaan. Waarin je het voorjaar 2021 in principe nu al kunt bestellen. Producten die belangrijk zijn. Producten die wellicht wat schaars zijn. Die nu al gereserveerd kunnen worden. Dus al onze klanten nogmaals van harte uitgenodigd. Kleine voorwaarden om je even van tevoren aan te melden. Zodat we ons aan de geldende richtlijnen kunnen houden. Nou, tot zover de beurs. Dan gaan we nu door naar de promo's. De promo's voor week 47. Hebben we twee hele leuke karren samengesteld. Voor week 47 uitleverbaar. En uiteraard ook nog voor week 48. Het zijn dan tegelijkertijd ook de laatste promo's voor de komende weken. We maken iets wat ruimte voor de kerstproducten, de echte kerstgerelateerde producten, zoals de kerststerren of mooie kerstsymbidiums. En zijn wij 4 december weer terug met de nieuwe promo's voor ons. Nou, maar we sluiten af met de promo's van 47 en hebben we extra ons best gedaan. Een prachtige partij ziekkassen. De vredespalm, die werken we af in een vaaspot. Een pot die perfect qua karakter past bij de plant. Mooie partij leverbaar, scherp geprijsd. Ik zou het een buitenkansje willen noemen. En dan als laatste, de megadeal. Megadeal week 47, Araucaria heterophylla. Kamerden, kamerkerstboom ook wel genoemd. Een plant die altijd in het laatste maand van het jaar het meeste verkocht wordt. Nou, daar hebben we een megadeal van gemaakt. En straks, na het filmpje zal je een mooie close-up zien van deze plant. Dan zie je hem helemaal solo staan en hoe groot en hoe zwaar die is. Nou, dit waren de promo's dan. Interesse in de promo's? Of wil je onze beurs aankomende week bezoeken? Stuur even een mailtje aan sales@remplans.nl om je eigen aan te melden. Of geef even aan of je wekelijks ons aanbod wilt ontvangen. Nou, wellicht tot volgende week op de beurs. En anders zien we elkaar weer via de film op 4 december. Tot ziens!